Geachte aanwezigen, ook namens mij en de kunstenaars, welkom op deze 31ste editie van de Kunstdagen Wittem en dank voor uw komst. Ik voel me vereerd dat Henk Hollemans mij namens de stichting heeft gevraagd om deze expositie samen te stellen en te organiseren. Ik ben trots dat ik zo'n mooie groep fijne kunstenaars bereid heb gevonden om mee te doen. De expositie heet In Perpetuum Volatile, oftewel blijvend vluchtig. Dit verdient natuurlijk nadere uitleg. Fotografie is bij uitstek het medium om het vluchtige voor de eeuwigheid vast te leggen. Het medium aan zich is echter deze dagen steeds meer aan vluchtigheid onderhevig. We swipen wat beelden weg met z'n allen. Er worden heden ten dagen per dag meer foto's gemaakt dan in de hele 19e eeuw bij elkaar. Dat maakt het voor kunstenaars die gebruik maken van het medium fotografie steeds moeilijker om zich te onderscheiden. Het is echter ook een dwingende kans. Bij de uitvinding van de fotografie kon de schilderkunst zich verder ontwikkelen, doordat het natuurgetrouw naschilderen van de werkelijkheid kon loslaten. Fotografie kon dit immers beter. Nu zorgen de smartphone, Instagram, Facebook, etc. ervoor dat er een splitsing is ontstaan binnen de fotografie. Iedereen kan namelijk een technisch goede foto maken. Fotografen, die vroeger nog de tovenaars waren, kunnen nu verder gaan met experimenteren en steeds subjectiever te werk gaan. Deze subjectiviteit zorgt ervoor dat fotografie niet langer alleen registreert, maar ieders eigen realiteit benadert. Nu wordt steeds duidelijker dat ook fotografie geen objectieve weergave kan geven van de werkelijkheid, maar je eerder laat kijken door het oog van de maker. Net als de schilderkunst dat doet. Fotografen wisten al aan. Iedereen kan foto's maken, maar niet iedereen is een kunstenaar. Maar nu terug naar de kunst van deze expositie. Blijvend vluchtig, in perpetuum volatile, is wat mij betreft de gemene deler van het werk dat u hier te zien krijgt. De foto's van Perry Schrijvers komen pas tot je als je er langer naar kijkt en dwingen je dus om even stil te staan. De poëzie van Maarten van den Berg gaat over liefde, een blijvend gegeven. De beelden van Twan Dekkers leggen een levenslustig moment voor de eeuwigheid vast in brons. De bankjes van Paul Koenen bewaren herinneringen van wat eens was. De video's van Maureen Bachhaus gaan over universele en altijd aanwezige levensvragen. De foto's van Jos van Maastricht leggen momenten vast en vertellen verhalen van interactie door en tussen mensen. Iets dat altijd zal blijven. De serie door Alexandra Marx gaat over liefde en zorg. Iedereen hoort daarbij. Een thema van alle tijden. De installatie van Han Ramekkers en Pascal Leenders vertelt het verhaal van liefde in een huisje dat de teerheid van het bestaan in zich draagt. De beelden van Jorgen Polman onderzoeken de grens tussen realiteit en de droomwereld. Een grens die we elke dag, bewust of onbewust, een paar keer overgaan. De monumentale beelden van Arjen Schmitz en over de verandering van de ruimte waarin de mens zich begeeft. Mijn drieluik gaat over transitie. Niets is vanzelfsprekend. Alles komt en gaat. Kortom, alle kunst die hier is te zien, sluit elk op zijn eigen manier aan bij het thema blijvend vluchtig. Zekerheid is de vijand van verandering. Blijvend vluchtig is daarom onvermijdelijk voor vooruitgang, ook in de kunst
en fotografie. Ik citeer, kunst is de hoogste vorm van hoop. Gerard Richter. Kunst, en dit is niet verder Gerard Richter geciteerd, maar... Kunst is als een liefdesverklaring en een leven. Kunst is een universele taal. Iedereen spreekt het. Kunst is een levensbehoefte. Kunst bevrijdt. Daarom, alle deelnemende kunstenaars, bedankt voor de passie en de positieve energie. Zonder jullie lukt het niet. Graag wil ik de kunstdagen Wittem, alle vrijwilligers en Henk Hollemans in het bijzonder bedanken voor deze kans, voor de kunstenaars en mij, om deze expositie mogelijk te maken. Eveneens wil ik het Klooster Wittem, alle medewerkers, de vrijwilligers en Frans Meijers in het bijzonder bedanken voor de gastvrijheid. En dan wil ik mijn partner, Oesje Prik, bedanken voor het inspireren, het meedenken, het meeorganiseren en, alvast, voor het op haar manier een podium bieden aan de kunstenaars in de komende kunstenaarsgesprekken, 9, 16 en 23 september. Geniet! Dank u wel. Oké. Okay.